In de cultuuragenda staat te lezen dat de subsidiekraan verder wordt dichtgedraaid. Verwacht wordt dat de Raad op 20 april haar goedkeuring gaat geven aan de cultuuragenda. In totaal moeten €600.000 worden bezuinigd. €200.000 ervan dus op de bibliotheken. Geen goede zaak. De bibliotheek moet ruim een derde van het op te brengen bezuiniging voor zijn rekening nemen. En dat vinden we eigenlijk geen eerlijke verdeling. In 2012 moest de vestiging in Middenhoven al sluiten door bezuinigingen. De SP was bang dat de vestiging in Westwijk hetzelfde lot was beschoren. Sluiten zal de bibliotheek niet doen, maar voor de kwaliteit is dat anders. Nou, er staat wel duidelijk in de cultuuragenda te lezen dat de bibliotheek de opdracht heeft om de filialen Stadshart, waar we hier staan, en Westwijk behouden. Maar er staat ook te lezen dat het de bedoeling is dat er gereorganiseerd gaat worden en dat het serviceniveau moet worden aangepast. Nou, aangepast, daar kun je heel veel onder verstaan. Als het verbeterd zou moeten worden, had er wel gestaan verbeterd. Maar aangepast, daar vrezen wij van, dat het betekent versoberd, verminderd. En daar zijn we geen voorstander van. Tijdens de commissievergadering van 6 april liet wethouder Maaike Veningen namens het college weten dat zij zich niet met de bedrijfsvoering willen bemoeien. Ondanks gaan de bezuinigingen wel persoonlijke consequenties hebben en het serviceniveau in Westwijk moet worden aangepast. Nou, dat doen ze natuurlijk in feite al. Als jij in je agenda schrijft dat er gereorganiseerd moet gaan worden en dat de dienstverlening moet worden aangepast, dan bemoei je je wat mij betreft al met de bedrijfsvoering van de bibliotheek. Hoe zou het volgens de SP wel moeten? Wat in onze optiek ideaal is, is dat er in alle woonwijken een filiaal van de bibliotheek is. Laagdrempelig, waar iedereen terecht kan. Dat niet zoals mijn moeder, die 87 jaar is, met pijn en moeite elke week hier naar het Stadshart moet komen om een boek te kunnen lenen. Hè, dat is ideaal. Maar goed, we staan al voor een verdongen feit dat een heleboel filialen zijn gesloten. Dus die twee die er nog over zijn, daarvan vinden we dat daar de kwaliteit van de dienstverlening optimaal moet zijn. En dat daar geen niet gesneden gaat worden, bijvoorbeeld in de openingstijden. Dat er bijvoorbeeld, laten we zeggen op zaterdag, dan gaan we niet meer open op zaterdag, want we hebben het personeel er niet voor. Tijdens de raadsvergadering van 20 april dient SP een motie in tegen het plan. Ja, omdat we ons zorgen maken over de dienstverlening bij de bibliotheken. En er ergens in de notitie ook staat dat er vrijwilligers moeten worden ingezet. Maken we ons zorgen over verdringing op de arbeidsmarkt door vrijwilligers die dan taken van professionals gaan overnemen. Dat is de reden waarom we de motie indienen. We willen dat het college haar verantwoordelijkheid neemt. En zegt van, wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, alsmede de openingstijden.